Wat gaat er hier nou eigenlijk allemaal een beetje gebeuren? Nou ja, ze zijn begonnen met de sloop van de flats en de appartementen van het Kweekhovenplein. En daar gaan ze een heel nieuwbouw gaan ze daar bouwen. Dus allemaal nieuwe huizen en een deel wordt koop, een deel wordt huur. En dan zowel sociale huur als de privésector eigenlijk. Wij zijn vanuit Simic. Simic, Theater Zuilen, dat zijn de buren. Dus wij wonen hier eigenlijk heel dichtbij en we zien dit ook allemaal gebeuren. En wij zijn gewoon eigenlijk als Simic nieuwsgierig, wat leeft er nou in de wijk? Hè? Dus er zijn allerlei panden worden gesloopt, maar daar hebben ook allemaal mensen gewoond. En hoe is het nou om daar te wonen? Wat hebben die mensen daar allemaal beleefd in die huizen? Nou ja, en straks als er nieuwe huizen komen, gaan daar ook weer mensen wonen. Maar in ieder geval, maar wat heeft het eigenlijk voor nut dat Simic Theaters het allemaal wil weten? Nou, wij willen dat graag weten, omdat wij op basis van al die verhalen willen wij graag een theatervoorstelling maken, een muziektheatervoorstelling, waarbij we ook graag de bewoners willen betrekken om eigenlijk gewoon een uitingsvorm te hebben van wat hier nu gebeurt. En een mooie ja, slopera eigenlijk als het ware. En natuurlijk ben je nu natuurlijk op zoek naar oude bewoners die hier natuurlijk op het Kweekhovenplein gewoond hebben, om allerlei soorten verhalen bij elkaar te krijgen, als ik het goed begrijp. Ja, dat klopt. Maar ook bewoners die hier misschien eerder hebben gewoond, bewoners die er nog wonen, maar ook bewoners die er misschien in de toekomst willen gaan wonen. U zou gewoon mee willen werken aan het schitterende mooie stuk? Nee, maar natuurlijk. Ik heb wat over voor mijn buurtje. Ik wil dat het weer een beetje gezellig gaat worden. Gezellige mensen omheen, waar je het goed mee kan vinden. Want op zich voel ik me toch al een beetje ongelukkig nu met deze situatie. Maar ik wil dat het gewoon goed komt. Op het moment dat er geboord gaat worden, gaan we samen met Esther Damsma van Muziek in de Wijk en de kinderen van Muziek in de Wijk en alle buurtbewoners die dat leuk vinden, gaan wij ook een muziekstuk doen. Dus we gaan onder andere met boormachines aan de gang en er wordt gezongen, er wordt een nummer gezongen. Dat heet Oma van Meisa. Dat is een nummer wat de kinderen van Muziek in de Wijk hebben geschreven en gecomponeerd. Op basis van hun eigen ervaringen met de sloop. En die wordt dan onder andere opgevoerd. Dus iedereen die het leuk vindt om daaraan mee te doen. Ik zou zeggen, neem contact op en kom erbij. Halverwege december. De oma van Meisa. Ik heb gewoon een beetje de pest erin, de sloop. Geluidshinder, ongelooflijk. Mijn cv-ketel raakt daardoor overstuur. Ik heb continu lawaai, continu weer. Dus ja, ik wacht het maar af. Maar ik ga toch nergens heen. Ik blijf zitten waar ik zit. Ik zit lekker centraal. Ik kan zo even naar de winkels gaan hier. Ik heb ook een beetje in de wandelgangen gehoord dat allerlei soorten webcams hier hangen in de regio, toch? Dat klopt. Er hangen hier een tweetal camera's en die maken filmopnames van de gehele sloop met timelapse. Dus die maken korte fragmentjes van iedere dag, waardoor we echt de sloop van het begin tot het eind en ook de nieuwbouw van het begin tot het eind helemaal in beeld hebben. En ook die beelden gaan onderdeel worden van de voorstelling uiteindelijk. Hoe kunnen ze jou nou vinden? Nou, ik ben aanstaande woensdagmiddag en donderdagmiddag tussen 12 uur en 3 uur ben ik in de weggeefwinkel bij Buren voor Buren. Dus daar ben ik gewoon te vinden. Verder kunnen mensen me altijd bereiken door een mailtje te sturen naar n.arendsen@zimmick.nl. Er is verder ook een Facebookpagina van de Slopera. En nou ja, als ze jou kennen, kunnen ze natuurlijk ook altijd via jou in contact met me komen. Dus aankomende woensdagmiddag vanaf 12 uur tot 3 uur kunt u bij ons in de winkel bij de Buren voor Buren in Nederland aan de Elsenburgerlaan nummer 10 langskomen. Helemaal goed. Ja, en dan kan u gewoon een beetje praten over de sloop en dat soort dingen, hoe u dat allemaal ervaart en dan gaan ze dat allemaal noteren. Zeker, dat komt goed. De oma van...